Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV op reis met Cor en Non. In Curaçao. En we zijn super veel vette dingen aan het doen. We zijn aan het zwemmen met paarden, leguanen, flamingo's, alles wat je hebt. Ik heb gedoken en ik heb zoveel vette dingen gezien, maar jij bent natuurlijk bang voor vis en water eigenlijk een beetje. Maar we zijn hier nu bij de Ocean Lens en dan kan ik het je toch een beetje laten zien van achter glas, onder water. Super vet. Wat? Achter glas, onder water? Echt. Oké, okay, ik wil het zien. Blijf Let's kijken. Go. We zijn er nu met Janine, die weet alles over de onderwaterlens. Janine, waar gaan we eigenlijk heen? Oké, welkom hier bij ons. We gaan nu naar de Ocean Lens. De Ocean Lens is een onderwater observatorium. Dus we gaan zo meteen een trap naar beneden en zitten dan 5 meter onder water. 5 meter onder water? Oké. Okay. Zo vet. Ik ben echt benieuwd. Let's go. Maar je bent dus eigenlijk soort van in de zee, maar je, vissen kunnen je niet aanraken, want je zit niet in de zee. Ja. Het is perfect. Duiken zonder nat te worden. Echt? Nee, ik ben heel bang voor vissen, dus, maar ik vind de zee wel heel mooi. Ja, dan is de Ocean Lens perfect, want je ligt gewoon in een airconditioned ruimte. Oh ja? Echt? En je kijkt zo. Oké, okay, eentje, we gaan. Ja, hou je vast, hè? Oh ja, dit is wel echt. Je moet eigenlijk zo'n controle hebben dat je gewoon aan zo'n lijn doet. Ja, inderdaad. Hey, Floris, ik ben benieuwd wat we zien. Ik ook, man. Maar gaan we meteen nog wat zien? Zo! Zie je wat? Ja, wat een fijne. Nee, kom, hou op, ja, ruil me niet. Kom. Moeten wij hier liggen, ja? Oh, geinig! Oh. Oh. Oh, dit is dus de echte zee. Wat blij. Oh, maar dat koraal wat jullie daar doen. Ik zag daar een keer zo'n item over dat er nu iets nieuws is. Dat je dan een stukje koraal afbreekt en als een soort stekje plant. En dat je dan weer. Ja. Opnieuw kan laten groeien. Ja, dus eigenlijk wat je doet, je kweekt koraal. Mm-hmm. Hier met die koraalboom, dat is een stichting die je werk doet. Coral Restoration Foundation Curaçao. Mm-hmm. Dus wat ze doen, ze knippen eigenlijk kleine stukjes koraal. Hangen het op bomen, net als deze. En op die boom gaat het koraal sneller groeien. Oh, oké. Okay. Zo, omdat het ver weg is van de vijanden. Ja, precies. En omdat het constant water krijgt, dus constant stoffen om te eten. Mm. Eeuw, wat is dat voor rare ding, dat die lange streep? Een trompetvis. Een trompetvis? Die heet het zo, soort van. Trompetvissen, goede jagers, dus dat is wat die net heeft gedaan. Die jaagt heel vaak op die kleine visjes, die juffertjes. Wat is de zee mooi, hè? Gaaf, hè? Dus wat ze dan doen met die stukken koraal, ze planten ze terug. Als ik hier beneden rechts kijk, zien jullie hoe je gewoon die stukken dan vastpint. Mm-hmm. Oh, dan groeien ze overheen en heb je een nieuwe koraal. Dus in de afgelopen 4 jaar hebben ze meer dan 6000 stukken koraal teruggeplant. Echt? Ja. Wauw. Curaçao is van de onderkant wel mooier dan van de bovenkant. Allebei zijn mooi. Oh. Oké, okay, wat is dat voor rare? Papegaaivis. Vet, hè? Ja. Vet. Weet je waarom die papegaaivis heet? Omdat hij reageert als jij iets zegt. Nee. Nee, omdat zijn man lijkt op de snavel van een papegaai. Oké, okay. En op de kleuren. En hij is vegetarisch, dus hij eet geen andere vissen. Hij eet alleen algen. En hij is heel belangrijk voor de zee, omdat die algen vreet die ook op koraal groeien. Oh, cool. Dus eigenlijk maakt hij de zee schoon. Ja, kijk, weet je, ik ben echt heel bang voor vissen, maar echt een rare angst. Terwijl ik ze wel gewoon heel mooi vind, maar nu vind ik het wel gaaf om te zien. Ja, het is gewoon ook een mooie manier, omdat de vissen, ze zien ons wel, maar ze voelen ons niet. Nee, klopt. Mm. Dus het is, ik zeg altijd alsof wij in het aquarium zijn en de vissen kijken naar ons. Ja, precies andersom, ja. Ja, nu weten jullie een keer hoe zij zich moeten voelen, inderdaad, in zo'n kom. Wat ik dus ook niet wist, maar wat ik dus laatst pas had geleerd, is dat koraal gewoon eigenlijk een dier is in plaats van een plant of een steen, wat heel veel mensen denken. Ja, en het is gewoon heel, heel belangrijk. Dus koralen eten, ze planten zich voort, ze groeien. En ze kunnen echt duizenden van jaar oud worden, maar helaas, wij mensen zijn heel goed bezig met kapot maken. Ja. Wat doen mensen? Wat doen ze al om koraal kapot te maken? Vervuiling. Dus al die afval die gewoon de zee ingaat. Watertemperaturen die omhoog gaan vanwege het veranderen van klimaat. Mm-hmm. En dan ook iets wat heel veel mensen niet weten, zonnebrandcrème. Oh ja? Heel slecht. Hoezo? Voor het koraal. Dus wij in het water gaan met zonnebrandcrème. Ja. Want zonnebrandcrème heeft chemische stoffen. Kut. En die chemische stoffen maken koraal dood. Nou, iedereen die de zee gaat, bedankt namens het koraal.
Wat moet je doen? Daarom ga je natuurlijk nooit eens heen. Heel Engeland vermoord koraalman met hun witte lichamen. Nederlanders ook hoor. Oh ja, is waar. Ja, ik ben ook heel wit. Ik heb ook een dikke lach, factor 50. Kijk, ik heb bijna licht. Nee, maar wat je dus maar ik ga de zee niet in, gelukkig. Nee, maar wat je moet doen als je de zee in wilt gaan, is wel belangrijk om zich te beschermen, omdat de zon hier heel sterk is. Mm-hmm. Maar gewoon een natuurlijke spul gebruiken. Dus oh. Je hebt zonnebrand, er staat dan op Reef Friendly. Ja, en die is gewoon gemaakt parabenenvrij. Met, ja, parabenenvrij, oxybenzone-free. Oh, oké. Okay. Het is gemaakt met mineraliën, met ja, natuurlijke dingen die dan ook niet korallen doodmaken. Yes. Oh, regenboogvis! Papegaaivis. Oh, papegaaivis zijn mijn lievelingsvissen. Mooi, hè? Hey, over koraal. Je zei dat het een dier was. Ja. Maar hoe planten koralen zich dan voor? Hoe doen ze het met elkaar? Want ze zitten vast. Ja. En je hebt toch een soort van lichamelijk contact nodig, volgens mij. Nee. Dus koralen hoeven niet bij elkaar te komen om zich voor te planten. Wat ze doen, ze gaan hun eiertjes en sperma uitgeven. Mm-hmm. Dat zijn heel kleine witte partikelen die gaan in het water zwemmen. Echt? Oh ja? Gaan landen en beginnen te groeien. Maar waar ben je bang voor met die vissen? Gewoon dat in weet algemeen? Ik niet, want ze doen niks, dus ik kan niet verklaren. Wow, dat is echt, oh, nu kom je weer in de echte wereld. Dat is echt heel vet, vond ik. Echt vet, hè? Echt heel vet. Maar zo ben ik helemaal niet er bang voor en duiken lijkt me zo gaaf. Alleen... Maar dan heb je ook nog eens een keer een wetsuit aan, je hebt die tanken op. Al die vissen doen precies hetzelfde, maar dan kan je een soort van tussen zwemmen. Ik denk dat je het oprecht vet zou vinden. Misschien moet ik gewoon over mijn angst heen gaan komen. Als jullie nou net zo'n leuke video vonden als wij, vergeet dan niet natuurlijk een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. En zien jullie gewoon weer de volgende keer. Doei, tot de volgende keer. Oh, die is ook schattig. Die is ook niet normaal, hè. Die is ook niet normaal. Oh, maar waar komen die allemaal vandaan? Ja, geen idee. Zijn dit de puppies? Die gaan uit die doos, ja. Oh.